Goedemiddag, een klein berichtje vanuit Cultuurhuis Scharenspinnerij. We zijn de eerste week ingegaan dat we wegens het corona niet meer kunnen werken in de Garenspinnerij en daarom is het hier helemaal leeg. Afgezien van Francina, die hier achter mij zit. Hallo mensen. Zijn we met z'n tweetjes hier op kantoor bezig om te kijken hoe we zo goed mogelijk alles kunnen regelen. Alle andere kantoormedewerkers zitten thuis, werken vanuit huis en zijn op een hele goede manier verbonden met alles wat hier nodig is. Ik wil in eerste instantie graag iedereen heel veel sterkte toewensen die misschien wel te maken heeft met de ziekte. We hebben gehoord dat enkele docenten al daadwerkelijk misschien wel het virus hebben. Gelukkig zijn ze jong en vitaal en ik hoop dat ze heel snel hier weer doorheen komen. Voor alle andere mensen geldt, dit gaat misschien wel langer duren dan we zouden hopen. Ik denk niet dat we begin april alweer open kunnen. Hou gewoon heel goed alle berichtgeving op televisie en in de krant in de gaten. Wij gaan hier zelf goed nadenken hoe we gebruik gaan maken van dat noodfonds straks voor de medewerkers. Voor alle ZZP'ers zou ik ook zeggen van hou in de gaten wat voor regelingen er nu zijn. Volgens mij zijn daar heel veel dingen die de overheid nu mogelijk maakt. Voor wat betreft de lessen die natuurlijk nu stil liggen. We zien dat heel veel docenten al heel creatief omgaan met digitale lessen. En ik zou zeggen, ga daar vast ook over nadenken, want ik denk met name, en zeker bij kinderen, maar ook volwassenen, als we lang genoeg thuis zitten, gaat iedereen zich vervelen en willen ze heel graag weer leuke dingen gaan doen. En jullie zijn allemaal creatief en inventief om daar hele mooie dingen over te bedenken. Wellicht kan je elkaar tips geven. Stuur die eventueel naar elkaar toe of naar info@cultuurhuisgarenspinnerij.nl. We zullen elke week een mail sturen met een update voor alle zaken die we nu doen. En hou die goed in de gaten. En verder, voor nu wil ik iedereen heel veel sterkte gezondheid toewensen om hier zo goed mogelijk doorheen te komen. En dat we straks weer op een hele fijne manier alle lessen kunnen starten. Tot snel!